gebied van de salarissenadministratie kom ik de volgende drie issues tegen. 1. Het vaststellen van een juiste identiteit van de werknemer. Dit is niet altijd eenvoudig, omdat er nogal veel verschillende documenten bestaan. Daarnaast moet de werkgever ook nog steeds een loonbelastingverklaring laten invullen. Daar is door de Belastingdienst een bepaald model voor afgegeven. Punt 2 is toch de bewaarplicht van bepaalde documenten. In de wetgeving is verankerd welke documenten je moet bewaren. Dit geeft in de praktijk toch vaak problemen om welke documenten het precies moet gaan. Punt 3 zijn de voorwaarden die gesteld zijn aan speciale groepen van werknemers. Dit is niet uniform voor alle werknemers, dit is afhankelijk van de groep waartoe je behoort. Belangrijke voorbeelden uit de praktijk zijn bijvoorbeeld bij de identiteit. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat hij de juiste identiteit vaststelt. Dat betekent dat hij zich er rekenschap van moet geven dat het document dat de werknemer aanreikt ook een juist document is. Door het ministerie zijn daar allerlei voorbeelden van aangedragen om de juistheid van het document vast te stellen. Een werkgever heeft dan ook vaak het gevoel dat hij als een rechercheur bezig moet zijn. Maar het is wel belangrijk om altijd van een origineel document uit te gaan. In de wet is ook beschreven welke documenten ervoor in aanmerking komen. Ik zie in de praktijk regelmatig nog dat een werkgever een rijbewijs accepteert als een rechtsgeldig document. Dat is niet goed. Een rijbewijs is geen juist document om je bij de werkgever te identificeren. De loonbelastingverklaring is zo'n ander voorbeeld. Een loonbelastingverklaring bestaat formeel niet meer, maar de Belastingdienst heeft een voorbeeld aangereikt die je kan gebruiken. En dat betekent in de praktijk dat je eigenlijk nog steeds een loonbelastingverklaring invult. De bewaarplicht is een ander onderwerp. In de wet is op verschillende plaatsen beschreven wat je precies moet gaan bewaren. Een belangrijk voorbeeld is het bewaren van reisbiljetten. Als een werknemer reist met het openbaar vervoer, heeft de werkgever nu nog steeds de verplichting om de reisbiljetten, een kopie ervan of het origineel, in zijn administratie te bewaren, zodat die achteraf kan aantonen dat de werknemer ook werkelijk heeft gereisd. Een groot geluk is dat bij de werkkostenregeling deze verplichting wordt verzacht. De werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat iemand heeft gereisd. Dus het aanhouden en het bewaren van een reisbiljet is bij de werkkostenregeling geen verplichting meer. Een ander voorbeeld is de zogenaamde studenten-scholierenregeling. Een student-scholier is natuurlijk ook een normale werknemer, zodat de werkgever standaard daar de loonadministratie moet gaan voeren. Dit zou kunnen betekenen dat bij een student-scholier die niet continu werkt, de dag-, week- of maandtabel moet worden toegepast. Dit geeft een zeer bijzondere en hoge administratieve last. In dat kader is goedgekeurd dat bij studenten-scholieren, als er een bepaald formulier wordt ingevuld, de kwartaaltabel mag worden toegepast. Het voordeel voor de scholier is dat zijn salaris hoger wordt. En het voordeel voor de werkgever is dat hij minder administratieve lasten heeft. De volgende tips wil ik u graag meegeven. Met betrekking tot de identiteit. Het is belangrijk dat een werkgever een protocol opstelt waarin hij exact beschrijft op welke manier de identiteit moet worden vastgesteld. De meest aangewezen weg is om een werknemer aan te stellen die dit protocol uitvoert. Deze werknemer maakt een kopie van het aangeleverde document, zet er een paraaf op en een datering en controleert voorts of het document op het moment van aanreiking nog geldig was. Wat ook van belang is, is de invulling van een loonbelastingverklaring. Is in de administratie één of geen van beide biljetten aanwezig, dan wordt de werkgever geconfronteerd met een anonieme tarief van 52%. De tweede tip is de bewaarplicht. In deze zou ik u willen verwijzen naar de website van de Belastingdienst, waar elke keer toch weer de actuele informatie op verschijnt die u nodig heeft om aan die bewaarplicht te kunnen voldoen. Een belangrijk document blijft het handboek loonheffingen. In dat handboek staat exact beschreven aan welke regels u moet voldoen
om aan de bewaarplicht gevolg te kunnen geven. Deze tips wil ik u graag meegeven.